Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb pukkels op mijn armen, vreemde krampen in mijn darmen en een kriebel in mijn keel. Zeg eens A, zeg eens A. Ik heb vlekken voor mijn ogen, tepelkloven van het zogen en ik plas de laatste tijd wel heel erg veel. Is er soms iets met mijn nieren, zijn het schild of andere kleren? Dokter, kijk eens naar mijn buik. Heb ik soms iets aan mijn longen, is die ader soms gesprongen? En ik ruik de laatste tijd niets als ik ruik. Zeg eens A, zeg eens A, heb ik suiker of is het kaal? Waarom kwijl ik als ik zever, ik heb heel wat op mijn lever. Zeg eens A, zeg eens A, zeg eens A. Allemaal een lepeltje kaviaar om mee te beginnen. Echte beluga. Nee. Geen nep. En Harm, wat drinken we hierbij? Een lekker slobberwijntje. Slobberwijntje. Oh, jongens, als ik toch zie hoe lekker bruin jullie zijn, word ik gewoon groen van jaloezie. Wees blij. Blij? Groen staat je altijd uitstekend. Nou, ik begrijp het best hoor, Lidie. De Côte d'Azur was prachtig in deze tijd. Alles in bloei en zon, zon, zon. Elja, hou op. Ik doe je wat hoor. Wil je er rekening mee houden dat ik een zware depressie heb? Van al deze zware depressies hier. Regen, regen, regen. En wind, stilte. Harm, champagne, wat een waanzinnige luxe. Ja, dat kan je wel zeggen, wat een dure fles, zeg Harm. Ben je helemaal gek? Nee, dat is wat een koopje op het vliegveld in Nice. Ik heb er geloof ik niet meer dan 260 francs voor betaald. Oh. Die caviar die komt er ook vandaan. Je gelooft je oren niet. Nee. Absoluut. Eén potje voor nog geen 689 francs. Oh, geen geld. Dat kan je natuurlijk niet laten staan. Natuurlijk. Of was dat jouw parfum? Ja, dat kostte ook zoiets, geloof ik. Nou ja, in ieder geval. Allemaal praktisch, voor niks allemaal. Nou, niks. Mag ik even wat vragen? Mm-hmm. Wat heb je nou voor die citroen betaald? Oh, ja, ja, begrepen hoor. We hadden gewoon zin om eens echt waanzinnig uit ons bol te gaan. Ja, ja, want het is niet duur, maar wel een hele smak geld natuurlijk. Maar goed, eet smakelijk. Ja, bon appétit. Bon appétit. Proef voor, hè. Oh. Ja, nou ja, het is dan ook wel goddelijk, hè? Ja, dat dacht ik ook, ja. En voor wie moeten we het laten? We werken allebei erg hard. We hebben geen kinderen. Nou, je zou een paar gasten aan tafel kunnen nemen. Ja. Die hebben we toch. Ik hou niet zo van grote partijen. Inderdaad. En zoveel is een half pond kaviaar natuurlijk ook weer niet. Ja. Ik bedoel, gast aan tafel. Van de Novip. Ja, jongens, wat wij zo hier met z'n viertjes eventjes weg eten en drinken, dan kun je daar twee kinderen een heel jaar lang te eten geven. Ja, en wat denk ik nogal meer? Onderwijs, medische verzorging, noem maar op. Lili, alsjeblieft, moet dat nu? Echt? Oh, bedoel je dat? Ja, maar die hebben we toch al lang? Hoeveel hebben we er ook weer, Harm? Vijf, geloof ik, ja. Ja, vijf. Nou. Ja, en dat is nou het goede misschien. Of misschien ook wel het erge. He, met die aantal gasten aan tafel hoeven wij natuurlijk die kaviaar niet te laten staan. Sterker nog, we hebben het hier in het Westen zo waanzinnig goed. Dat de aardse sloeber hier zich nog best een gast aan tafel uit de derde wereld kan permitteren. Ja. Hoeveel hebben jullie er? Hoeveel? Ja, de eigenlijk. Oh god, een idioot eigenlijk. Eigenlijk wat eigenlijk allemaal? Iedere keer denk ik eraan, hè. En telkens dan vergeet. Oh, Hans, help me in godsnaam herinneren dat ik morgen zo'n formulier heb. Oh, maar jullie hebben er nog helemaal geen. Oei, Lidie, je bent me ook een mooie. Zeg, zit me een beetje aanmerking te maken op mijn kaviaar. Nou, ik maak helemaal geen aanmerking op je kaviaar. Ik zeg toch dat hij goddelijk was? Ja, maar je keek ernaar alsof je de engel met dat vlammend zwaard was. Maar iemand nog kaviaar? Er is nog meer, zonde om het weg te gooien. Ah, jij hebt de oorlog nog meegemaakt. Ja. Hi, Cody. Ja? Lekker gegeten, hè? Ja, pa. Alleen, elke dag bitterkoekjesla begint me wel een beetje te vervelen, hoor. Ze doet het voor mij. Ja, vertel mij wat. Ja, het is toch lief van de. En ik kan moeilijk zeggen dat het maan ook eigenlijk begint te vervelen. Oh, jou ook? Ja, wat heet. Kom op zo langzamerhand mijn neus uit. Maar ja, je kan het niet zeggen, hè? Nou, maar ik kan het wel zeggen, pa. Oh, ja? Weet je wat? Nou? Ik zal hem morgen eens vragen of ze Flensies wil bakken.
Hey, weet je wat lekker is? Appelabillets met vanillevla erover. Oh ja! Of nee, wentelteufjes. Koos, wat denk je daarvan? Ja! Ik heb een beter met honing! Met honing drie jaar. Ja, ik ga hoor, ik ga. Zijn jullie voorzichtig met mijn servies? Ja, voorzichtig? Jij mag voorzichtig wezen. Kijk, uiteraard niet tegen een boom. Hé, leuk pa! Zeg, wanneer ga je eigenlijk afrijden? Maak ik dat nog mee of hoe zit het? Pa, ze is al twee keer, afgereden, pa. Maar ja, de laatste keer was je gezakt, maar dat was geloof ik een ander zijn schuld, hè schat? Ja, nou, bemoeien jullie je even met je eigen zaken, hè, lolbroeken? We bemoeien je juist met jouw zaak. Hier, kijk even, de afwas. Nou, de zienes, hè. Het leven van een huis vraagt het niet over rozen, pa. Maak niet zo'n drukte, die paar bordjes. Dat doe je toch voor je plezier? Ja! Doen jullie het voor je plezier? Ja. Oh, heb ik een leuke verrassing. Jullie mogen het iedere avond doen. Ja, schiet maar even op, hè. Die man staat te wachten. En rij niet eens even sloten tegelijk, hè? Nee. Eén sloot is genoeg. Pa, lach niet, hè. Dan is het uit met de bitterkoekjesvla. Ben je nou toch onhandig? Koos liet een bordje vallen. Een bordje vallen? Kijk eens even met een plaatje. Oh, mijn hele servies. Kijk even, ik bloei. Ik zal even een plaatje halen. Ja. Oh, pas toch op, pa. Dan moet je mee naar de dokter. Ga een plaatje halen, dan moet ik mee naar de dokter. Laat hem maar, Koos, haal een plaatje. Het ziet er akelig uit. Ja, laat hem maar. Er wordt gebeld. Ja, dat deed mijn neus ook wel. Nou, pa, ga dan even mee naar de dokter, hè? Nee, Koos, haal een plaatje. Zo erg is het nou ook weer niet. Nou, vooruit, ga nou maar. Ja, mijn idee. Nou. Hé, kijk uit! Ik zal even kijken wat ik kan doen. Laat even kijken. Weet je wat? Ga er meteen mee naar de dokter. Ik rijd toch. Wees nog niet zo eigenwijs. Juist omdat jij rijdt, één ongeluk per avond vind ik wel. Oh. Kan je toch af en toe wel, hè? Nou ja, ik zal wel weer de verstandigste wezen. Thuis gaat. Wat een zucht. Bij ons in Gambia heeft zo een patiënt geen kans. Waarom niet? Wij kunnen ons al die dure apparatuur niet permitteren. Ja. Bij ons over een paar jaar ook niet meer als we zo doorgaan met bezuinigen. Maar troost je, tegen die tijd kom ik bij jou stage lopen om te leren improviseren. Je bent welkom. Oh, ik heb een cadeautje voor jou. Cadeautje? Hoezo? Ik ga volgende week terug naar Gambia proberen alles een beetje in praktijk te brengen. Wat is dat jaar omgevlogen. En je hebt nog nooit bij ons gegeten. Daar gaan we meteen wat aan doen. Kom. Alsjeblieft. Wat ontzettend aardig van je. Dat was toch helemaal niet nodig geweest? Je weet niet eens wat dit is. Oh, nee. Dat is waar. Wat prachtig. Ach, daar doe je me nou echt een heel groot plezier mee. Weet je dan wat dit is? Een halsketting, zou ik zeggen. Jawel, ja. Maar een hele bijzondere. Heel bijzonder. Iemand een moorkop? Huh? Roomsoes? Ah, moorkop. Ben ik een kenner. Ik ben een echte kannibaal, hoor. Dat weet je toch? Nee, ze komen van de kraamafdeling. Daar kunnen ze geen gebak meer zien. Vandaag zijn wij aan de beurt om het overschot weg te werken. Ja. Nou, vertel op. Wat is het? Een amulet van onze beroemdste medicijnman. Oh. Misschien helpt het als je straks die dure apparatuur moet betalen. Maar waar helpt het tegen? Tegen een heleboel dingen. Hey, mama Doe, nou moet je toch niet kwaad op me worden, hè? Maar jij als arts, jij gelooft toch niet in deze dingen? Dat is geen kwestie van geloven. Het helpt gewoon. Ja, maar... En zeker voor psychosomatische aandoeningen. En het houdt de boze geesten weg. Dat is nooit weg. In ieder geval bedankt. Heb jij dienst vandaag? Tot 5 uur. Tot 5 uur. Nou, kom dan vanavond bij ons eten. Of heb je wat beters te doen? Nee, graag. Goed, dan zal ik meteen even bellen.
Wil u balletjes of wil u rul? Rul maar. Mag ik een teentje? Hè? Oh, knoflook. Ja, hier, alsjeblieft. Dank je. Gezellig, vind ik het. Wat? Nou, dat ik nou ook eens een keertje voor dit soort dingen tijd heb. Nou, gaat Jan de visite zijn. Ja, maar hij moet u niet te veel uit handen nemen, hoor. Nou, waarom niet? Nou, dan word ik overbodig. U overbodig, mevrouw Dobbelsteen, toch? Nooit. Dokter van de Ploeg? Oh, hé, hallo, schat. Wat is er? Huh? Als het Gert-Jan is, dan moet hij Teuntje even bellen. Wat? Oh, wat lief van je om me daaraan te helpen herinneren. Nee, schat, ik vul die kaart meteen in. Tenminste, als ik hem nog vinden kan. Wat? Oh, je bedoelt het echt? We krijgen echt een gast aan tafel. Oh, jee. Oh, ja, zeg, denk je dat hij dan van spaghetti houdt? Ja, ik heb nou natuurlijk geen tijd meer om een heel diner in elkaar te flansen. Maar mee eten, dat kan natuurlijk altijd. Hij houdt van spaghetti. Oké, dan zie ik je straks wel verschijnen. Hè? Nee, ik beloof het je. Ik beloof het je. Dat doe ik nu meteen. Ik vul hem meteen in. Tot vanavond. Mevrouw Dobbelsteen! Mevrouw Dobbelsteen! Het is er. Heeft u ergens dat blad gezien? Onze wereld? Want daar zit zo'n kaart in van de Novip en die moet ik invullen. Ik had het klaargelegd en ik weet niet waar ik... Daar zo. Ah. Fijn, dank u wel. Oh, dat is voor gast aan tafel, hè? Ja. Wat kost dat dan nog? 290 gulden per jaar, 18 gulden per maand. Oh, nou, dat is nog niet eens een gulden per dag. Maar ja. Oh, dat moet ik toch ook eens doen? Nou, wat let u? Kijk, zit er nog eentje in. Hier, meteen invullen, anders vergeet u het. Ja, ik moet even mijn handen wassen. Ja. Oh, ja, dat is waar. Ook dokter Landsberg belde net op. Die zei dat een collega uit Gambia vanavond mee komt eten. Oh, die vriend van Nancy die stage bij hem loopt. Hoe weet u dat nou? Ja, dat heb ik mezelf verteld. Oh, ja, nou, die is het. Denkt u dat we genoeg spaghetti hebben? Ja, natuurlijk. Die mensen uit de derde wereld die zijn tot niks gewend. Die eten nu wel. Maar ik snij er wel even een uitje en een tomaatje bij, hoor. Eerlijk delen, Jopie. Ja, je kent me toch. Daarom. Stop! Als de een deelt, mag de ander het eerste kiezen. Nou, dat moet je dan ook wel eens even eerder mogen zeggen. Ja, dat is eerlijk delen. Ja, natuurlijk. Zo. Nou, kies maar. Oh, ga je nou doen? Geef dat maar. Hier. Ja. Hop. Twee. Nou, dat is ook geen vetpot. Nee, het is een klikkie. Dat heb ik je van tevoren gezegd. Maar anders hadden we op meer moeten wachten. Hè? Dan hadden we het eten niet kunnen laten zakken voordat we op de fiets staan. Zo, zeg. Eitje. Hey, wat krijgen we nou? Wat? Sinds wanneer word ik niet geroepen als er gegeten wordt? Nou, pa, jij eet met Mien, want wij eten een beetje vooruit, want wij gaan straks fietsen. Hey, weer boerenkool. Gisteren hadden we ook boerenkool. Ja, pa, dat klopt ook, want het is een restje van gisteren, klikkie. Ja, moet je zeggen, met een mooi stuk worst erbij. Ja, mooi, hè? Dat is het zeker. Gisteren hadden we... Net zo'n worst, maar dan voor z'n drietje. Ja, maar als je wat te klagen hebt, dan moet je bij je dochter zijn, want die bepaalt het aankoopbeleid. Ik klaag helemaal niet. Ik constateer alleen de feiten. Ik klaag. Hoor je me aanklagen? Nou, ik heb de tijd nog meegemaakt dat zo'n worst was een grote luxe. Ik klaag nooit. Ruikt goed. Ja, ruikt goed. Smaakt goed. Ik moet eerlijk zeggen, het... is ook een mooi, sappig stukje worst. Wil je soms een stukje? Nee, jongen, nee, hoor, niks. Dan ben je gek. Eet lekker op, is goed voor jou. Ja, nee, ik hoef niet. Nee, ik vraag Koos wel een stukje worst. Koos, kom maar een stukje worst. Klaar stukje. Nou, zo letterlijk bedoel ik het nou ook weer niet. Vlug, of ik neem het terug. Pas op, man! Echt van te trillen, zeg. Dat scheelt een haar, zeg.
Maar gelukkig is één haar voldoende. Ja, ze lust ik er nog wel een paar. Hans, nou zie je zelf, het helpt. Wat helpt? Die amulet van mijn medicijnman. Bedoel je, geloof jij nou echt dat... dat dit ding, ik bedoel, dat dit amulet, dat dat mijn leven gered heeft? Tuurlijk, dat is net bewezen. Dus wees verstandig, draag je dag en nacht. Zou je denken? Ach, mama, doe, kom nou. Wat nou, kom nou? Je leeft. Hè? Ja. Hier in het Westen noemen jullie dat preventieve geneeskunst. Zo, even stapelen, Jopie. Ja, kom maar. Zie jij, hebben we geen toetje? Nee, pa, geen tijd. We nemen wel even een kop koffie in de kantine. Ja, met een kano. Pa, help me even met de boodschappen. Maar ik kan niet, ik ben geblesseerd. Ja, wacht maar, doe ik wel. Koos, heb jij de krant al gehaald? Nee, pa, die was er nog niet toen ik thuis kwam. Jopie, ja. Neem de krant even voor me mee naar boven. Oké. Okay. Zo, Joop, zet me op de aarde. Ja, hier is de krant. Nou, was het lekker? Hadden jullie nog genoeg boerenkool? Oh ja. Oh ja? Ja, boerenkool met zo'n worst, zo eet erbij. Fred, heb jij meegegeten? Je zou toch op mij wachten? Meegegeten op een knie heb ik moeten liggen voor zo'n stukje worst. Heb je gegeten? Hey, oh, nou het over eten hebben, Koos. Ik heb me opgegeven voor gast aan tafel. Dat kost me 290 gulden per jaar. Oh ja, ja, prima. Dat is waar ook. Ja. En Joop, ga je mee? Ja. 290 gulden per jaar? Ja. Hoeveel keer kan je daarvoor eten? Nee, pa, daar kunnen wij niet van eten, maar voor 219 gulden per jaar kan je een jaar lang iemand uit de derde wereld eten geven. Begrijp je? Ga je mee, Joop? Kom, kamer. Ja. Nou, hey, dus voorzichtig wezen, hè? Ja. Doe, zeg, bedankt. Doei. Dag, Joop, dag. Zo, even kijken. Nee, hè? Is dat wel verstandig? Wat? Nou, zo vreemde geest aan tafel. Ik hou me er niet mee bemoeien, hoor, maar is dat nou wel verstandig? Ja, natuurlijk. Dat is nog niet eens een gulden per dag. Nee. Dokter van de Ploeg doet het dan. Ja, vind je het gek? Die heeft een kast van een huis. Wat heeft dat er nou mee te maken? Ja, alles. Zo vreemde aan een tafel en het keukentje is zo verdomde klaar. Ik zie het hier. Jopie komt vaak aan zitten en dan is het dan zo'n snurker uit het buitenland komt die misschien niet eens Hollands praat. Wat sta je nou te lachen? Geloof mij nou. Goed, je krijgt er een gulden per dag voor, maar vandaag de dag kan je niet iemand eten geven voor een gulden per dag. Geloof jij je vader dan maar? Let mijn woorden, dan moet je erop toeleggen. Nee, pa. Daar moet ik helemaal niet op toeleggen, hè? Je snapt er ook weer niks van. Dat is een symbolisch bedrag. Ja, die mensen die blijven gewoon, maar ze zijn niet komen hier eten. Zeker. Wij geven geld dat ze daar kunnen eten en dat heet gast aan tafel. Maar ben, niet, maar ben je wel goed geïnformeerd? Ja, dat ben ik wel, ja. Wat is dat nou? Ja, pas op, ik... Het is helemaal dik. Frederik van de Paan. Hé, stuk eigen bijs dat je nou bent. Wij zijn toch ook gisteren meegegaan toen ik het zei, hè? Dat kan wel een lelijke bloedvergiftiging worden. Bloedvergiftiging? Ja, natuurlijk, vooruit. We moeten naar de dokter. Kom, ga mee. En na het eten, maar. Na het eten moet ik naar huur, ja. En echt, Jopie en Koos, die zijn er ook niet. Nou, eeuwige altijd moet Jopie mee eten, maar als ik hem nodig heb, dan is hij er niet. Nou, vooruit, trek je jas. Nee, na het eten. Ik heb toch gezegd dat ik naar de huur... Ja, wie moet er naar de dokter? Ik moet naar de dokter. En ik weet zelf wel de weg naar het bloedslaat te vinden. Ben niet seniel. Vooruit, bel op en vraag of het schikt. Nou, even de tanden op elkaar, hoor. Dan komt hij. Ja. Kijk eens. Daar is hij. De boosdoener. Nou, ja. Viel het mee? Nou, moet u zeggen, dokter. Ik heb voor heitere vuren gestaan, hoor. Met gek, hè? Dat is zo'n kleine scherfje toch nog paard kan doen. Jawel. Bovendien, ja, uw dochter had echt gelijk, hoor. Met dit soort dingen kun je niet voorzichtig genoeg zijn. Ja, als er bloedvergiftiging bij komt, dan bent u nog veel verder van huis. Ja. Nou. Zo, nou, vervolgens 2 keer per dag in de lauwe soda, verbandje, en dan doet de natuur de rest. Zo heb ik dat nooit bekeken, eerlijk gezegd.
Dus als ik het goed begrijp, moeten jullie om een vrachtwagen te kunnen kopen, om het voedsel te vervoeren, steeds meer cacaobonen planten voor de export, in plaats van rijst voor eigen gebruik. Alle derde wereldlanden zitten in die vicieuze cirkel. Ja, ja. Man, u stort helemaal niet. Wat is dat nou? Bovendien, uw dochter zou ik me nooit vergeven als ik u liet gaan zonder een kopje koffie. Oh ja, dat is waar ook. We hebben een gast aan tafel. Mamadou, mag ik je even voorstellen? Dit is meneer Kalkman. Meneer Kalkman, dit is meneer Mamadou Koumoundé. Hoe maakt u het? Nou, dat kan u beter aan de dokter vragen. Dag, dokter. Dag, meneer Kalkman. Ja, nou, ik moet u zeggen, ik vind het is erg plezierig om kennis met u te maken, meneer Mamadou. Mamadou. Ik ben Ari. Nou, ik vind het verdomd fijn om nou eens een keer kennis met je te maken. Want weet je wat het is? Ze zeggen wel eens dat ik een beetje eigenwijze oude saai, een beetje surpiet ben, weet je wel. Maar deze keer heeft de oude toch mooi gelijk gehad. En daarom, dokter, zou u mij een groot plezier willen doen om tegen Mintje te zeggen, want mij gelooft ze toch niet, dat er wel degelijk iemand uit de derde wereld bij je komt eten als je die kaart invult.